Ik ben luitenant-kolonel Patrick Vreeburg, wordt hier ook wel Nash genoemd. En ik ben commandant 312 Squadron. Het squadron is in 1951 opgericht. Als volgens mij toen tweede of derde squadron hier op vliegbasis Volkel, als een jachtvliegtuig. En kreeg eigenlijk pas het jaar daarna zijn eerste kisten. Op de vliegbasis Volkel bij Eindhoven werden de eerste vier Thunderstreak straaljagers aan de Koninklijke Luchtmacht overgedragen door de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, de heer Freeman Matthews. En nu neem ik het plezier in transferring to your excellency these 484F Thunderstreaks. De ambassadeur sprak de hoop uit dat de toestellen nooit in een oorlog gebruikt behoeven te worden en dat de vrede behouden zal blijven dankzij de waakzaamheid van de NATO-landen. Blijkbaar toen 312 werd opgericht, was de hond Bonzo een begrip hier op de vliegbasis Volkel. En de toenmalige commandant die heeft toen bedacht om de term Bonzo, de naam Bonzo, aan het squadron toe te voegen. Dus 312 Bonzo Squadron was het toen vanaf toen. Het is niet zoals al vaker wordt gezegd dat het de hond van de toenmalige commandant was. Het was eigenlijk de hond van een andere commandant, maar blijkbaar echt een begrip op de vliegbasis in die periode. En, bij iedereen bekend. Ja, het is daadkrachtig en beleidvol. Hè? Dus het is aan de ene kant, zoals het embleem ook al laat zien, de slagkracht met de zwaarden en de bliksemschrift. Aan de andere kant behoedend dat we geen extra verkeerde schade aanrichten. Dus met kracht en met verstand, zeg ik altijd maar. En dat zie je nog steeds terug. Ik denk dat je bij 312 heel erg ziet is niet lullen, maar poetsen. Het is weinig bla bla, maar wel op het juiste moment schouders eronder en ervoor gaan. Hard werken. En verder is het je altijd gezellig omdat het gezellig is en niet omdat het moet. Ik denk dat eentje die er nu bovenuit springt is onze oefening van vorig jaar. Wat sinds, eigenlijk sinds COVID, dus sinds lange tijd, weer een oefening was in het buitenland. Maar echt weer alle verschillende vakgroepen die hier een beetje gescheiden leven vanwege COVID. Niet te dicht bij elkaar komen, maar toch dichter op elkaar hebben kunnen samenwerken. Weer samen hebben kunnen praten, weer elkaar goed hebben leren kennen. En daardoor een hele succesvolle oefening hebben kunnen hebben. De toekomstige 312 Squadron zal uiteindelijk als derde F-35 Squadron gaan opereren. En de eerste kisten daarvoor zijn al in bestelling. Wat we de komende jaren zullen zien is dat de 312 Squadron de QRA-taak en de DCA-taak zal uit blijven voeren totdat de F-35 die van ons over kan nemen. En daarna zullen we eigenlijk onze mensen door de transitie heen gaan voeren. En vervolgens eerst heel klein worden en dan weer een nieuwe 312 met F-35 gaan opbouwen. We zouden eigenlijk afgelopen 3 december 312 zouden we ons jubileumfeest hebben. Dat kon helaas vanwege COVID kon dat niet doorgaan. Wij zijn nu wel aan het plannen om dit op een later moment in te gaan halen. We zijn nu aan het kijken naar mei, juni, of dat gaat lukken met de rest van ons programma. We hebben in die periode een druk programma. En begin van het jaar, het eind van het jaar hebben we de QRA. Dat is ook niet zo'n goed moment, want daar zijn veel mensen kwijt die daarmee bezig zijn. Dus we gaan weer een jubileumfeest plannen. Het zal waarschijnlijk dus in mei, juni plaats gaan vinden. En daarbij worden ook altijd oud 312'ers uitgenodigd.